Yo, dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we weer. Deze keer zijn wij weer in de crew 2. De crew botervers, niet de crew 2. We gaan natuurlijk verder met die afspeellijst. We're sticking to urban terrain for the next event. We're kicking the intensity up a notch. Motorfest has provided Donut Media with two incredible cars. And knowing James, you can be sure they'll be put to good use. Dus we gaan even kijken hoe gaat. Wow, dit gaat niet goed hoor. Maar ja. Doet het. Koos doet het ook. Nou ja, man, top. We moeten even 4 kilometer rijden. Dus ja. Dus ja, we gaan gewoon weer even potje racen. Ja, ik moest alleen even een paar keer opnieuw inloggen, want hij wou het niet doen, dus ja. Daarom moest ik er weer even helemaal opnieuw. I should really keep the details to myself, but I can't help teasing you a little. So, just picture this. Downtown hypercar battle. Ja, ik vind deze spel echt wel tof hoor. Ja. Ja, even wachten hoor jongens. Ik moet heel even wat uitzetten op de andere PC natuurlijk. Ik had natuurlijk nog mijn ding is natuurlijk aanstaan, mijn internet. En dan kan het ook wel best wel soms lekken. En op deze PC heb ik eigenlijk bijna nooit geen internet aanstaan. Maar ja, ik moest mijn wachtwoord even veranderen. Dus vandaar. Oké. Nou, we gaan deze doen. Mo-power, baby! Motorfest gave us 2 hypercars with more power than anyone would ever need. Yeah. Zullen we toch voor de boeken? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik vind deze wel heel vet, maar... Weet je wat, we gaan nog wel een keer voor... Weet je, meestal pak ik altijd de standaardelijke auto's. Koenigsegg Jesco, bold choice. Bold. I meant bold choice. Maar het klinkt wel lekker. Partnering with Motorfest comes with some pretty sweet perks. Check out these 2 spaceships they lent us. Smoked that Bugatti like some fine rocked fist. Hello. Ik was maar een beetje aan de kant erbij. This car is too fast. You are a psychopath. I love you. Alright. Hey, moet mijn stuur ook nog wel weer een keer goed zetten, ja. Ik dacht wel, we gaan het wel winnen van die, maar... Nope.
I go fast. After the docks, how about a little tour of the countryside? This is a really nice neighborhood. Pretty sure you're ruining the property values, though. Ah, God. Don't look like I'm about to do this, this in L.A., though. Nu moeten we hem alleen even achter ons proberen te houden, jongens. Hey, meisjes. We gaan niet, als ik mijn remmen niet helemaal lekker mee doen. Ik moet mijn remmen nog weer. Ik heb de laatste keer had ik mijn remmen ingesteld, alleen een beetje het hele ding. Ik kwam weer in de game. Ik moest alle knoppen weer. Downtown speed record, but which car's gonna set the alle knoppen weer goed zetten. The suspense is killing me. I gotta sit down. Kilometers per hour in the city? I don't know, that's gotta be at least 100 miles an hour. Nou, ik rij 350, hoor. Finish line is right there! More power, baby! More power? Nee, more power. Koenigsegg, fastest hypercar of the day. I almost got whiplash just watching it. Yep. Lekker, hoor, jongens. Lekker. Dat is dus wel lekker. Even kijken hoor. Nee. Ja. Breek. Troddel. Dit is Troddel. Nou, die doet het wel goed. Ja. Of moet die meer naar voren? We laten het even zo staan. Our new destination, Diamond Head. Let's set forward. We zien het wel. Die heeft nog wat. No time for surfing. Time for drifting. Drifting? Oh nee. Ik heb mijn handshift nog niet. Oh. Oké. I'm only allowed to give you one hint. You'll be driving one of James's all-time favorites. Ja, ik ben even een beetje aan het wennen. Zo. Even een beetje weer wennen. Oké. Mustang. Now's your chance to get sideways, muchacho. You'll be drifting this Mitsubishi Lancer. Excuse me, muchacho.
make a dope video. You should subscribe to Donut Media. I'm serious. Go do it. Can you drift as long as the Kentucky Cobra? I gotta know! Lancer Evo, my friend said it was the fastest car that he's ever driven. What's up, Dan? I bet you never thought you'd be in a video game. I'm older. Ik weet niet hoeveel punten we eigenlijk moeten halen. This place is amazing. It's like a playground for drifters. You know, that's what they say about Los Angeles these days. Game on. Go drift, my friend. Go drift to your heart's content. Ja, sorry jongens, ik moest heel even mijn controle weer pakken, want ik wist niet hoeveel punten ik moest halen eigenlijk. Dat stond er niet echt lekker bij ofzo. Of ik dat niet heb goed gelezen, Ja, we hebben gedrift, wat gaan we nu doen? Fast brings incredible sensations for sure, but no need to reach extreme speeds to get a proper challenge. Ik rijd gewoon over tegen alles aan, hoor. Maar weet je wat is ook, jongens? Ik heb deze spel natuurlijk ook heel lang niet. Ik heb deze spel al heel lange tijd niet aangeraakt. Een heel different type of car this time. A high performance pickup truck by Ford. The F-150 Raptor. Ik moet dat verslaan doen. Hoppa. En ondertussen ga ik nog wel even de stuur weer even goed zetten. Want ik denk, omdat die stuur natuurlijk meer naar rechts wil leunen. Misschien is dat ook deze, met deze te maken. Geen idee, ik moet alles nog een beetje kijken hoe alles in moet gesteld worden, jongens. Maar ik speelde deze game eerst met een andere game. Dus ja, vandaar. You're closing in. Gather all your focus and dexterity. You're gonna need it. Nou, de rem mag ook breken. Maar ja. Ik ga niet weer een slalom doen, hoor. Ik moet nog wel heel veel dingen doen, maar ik dacht van... Ja, weet je, we doen gewoon eerst de race, jongens en meisjes, voordat we zeg maar natuurlijk al die kleine extra dingen gaan omslaan, zeg maar. Weet je, zoals de loopings en de andere races. Oeh, een Raptor. Oh ja, als jullie afvragen van waarom heb je... What if you don't have any brakes? You'll be driving this. Waarom ik mijn controle heb aangesloten, is meer voor om te vliegen, zeg maar.
Riddle me this, Coneheads. How do you win when everyone's going the same speed? That's right, your cruise control is locked and you've got to weave through a whole bunch of cones. But don't even think about touching them. Oh, okay. This is simple. Each cone that you touch gets you a penalty. Make a perfect lap and you get a big ol' bonus. Nou, ik heb er 4 geraakt. Imagine, each cone is the cutest, buffest horse you've ever seen. You wouldn't run over a horse, would you? Nay, sir. Nay. Well, I guess that's one lap. Good job. I don't know if your robot assistant told you, but I may have forgotten to install the brakes. I've got your bomb on speed dial, so you better keep your driving clean and tidy. Geen pionnetjes raken, jongens. How clean can you drive with no brakes? Well, I'm starting to get an idea. Sorry, is this truck too big for you? You want a widow baby car to make it easier? Too bad! Clever like me a drift. Get it? Get it, like in the movie? Ah, I feel it, my partner. Yeah. Dat dacht ik al. Dat ik daar 300 mee pak. Ja. Nope. Niet gewonnen. The Raptor is out of the park. Ja, voor mij heb ik niet gewonnen. Ja. Nou, oké, ik heb mijn best gedaan, maar ja, weet je, ik heb geen break. Meestal wil je wel een break hebben om, zeg maar, natuurlijk kunnen te remmen. I can't wait to see how the donut crews use all the incredible sequences they shot okay. With you. They're almost ready to wrap up, but before, they have one more challenge for you. Oh yeah? One last face-off. A little pure, unadulterated street racing, featuring two cars that embodied the world-renowned German savoir-faire. Well, it looks like I've said too much again. Just pretend you didn't hear anything, okay? Oké. We gaan het zien, jongens. We gaan het zien of we gaan halen, ja of nee.
Volgens mij staat de lift aan. You can't say enough good things is about German engineering. I've tried. In this final face-off, two powerhouses battle it out in the streets of Honolulu. Audi R8 Spider head-to-head with BMW M4. Who can ask for anything more? Let's find out once and for all. Who rules the streets? The streets, okay. So for the kickoff for the deck. Audi R8 Spider, okay, sure, prove me wrong. This is the last event, so make it count. Don't worry, we'll still be friends after. I can't have any good hiding, but it will, yeah. This spider like a shoe dang gazelle in a lion chase. Alright, I got no problem. I'm gonna find out. This is a lot of fun. Thank you for letting me help you in a totally not fair way. You have nice hands. Watch out, this first ramp is a bit of a doozy. We can do it. Dang dog, hit up Jules Burns. We have freaking flying cars over here. We'll move the arena. These two German speedsters definitely pack a punch. Hawaiian punch. Is that even from Hawaii? Ik moet alles weer gewoon een keer natuurlijk alles even goed zetten. Alleen ja, dat gaat meestal wel even wat langer duren. Dan normaal. Zo. De bus, de driver, en dan Remy, en dan weer Lucy, en dan weer Remy, en ja. Ik heb eigenlijk geen idee wat voor wagen we eigenlijk krijgen. Echt niet. Totaal niet. You're driving to get us the final answer. There can only be one. The finish line is coming! Don't mess up! And that's the Audi, ladies and gentlemen. The R8 Spider rules the streets. Yeah.
Nou, we hebben ons best gedaan. Met moeite. Met moeite, maar ja. Even kijken hoor. Make sure to get your vehicle reward, driver. Zo. Nou, we gaan even mijn reward ophalen. But none of this could have been that incredible without your outstanding contribution. Kunnen we net zo goed. We gaan toch de reward even ophalen. Kunnen we net zo goed even mijn instellingen resetten. En. Oké. Die. Moet sowieso. Naar. 10, want anders een ronk. Zo, nou. Oké, nee, dat is controls. Nou, oké, okay, dat staat dan wel. Oké, okay, dat staat dan goed is. That's why a very special car is waiting for you at the container. Got the whole donut team to pick it out just for you. Wanna know what it is? All right then, it's a stunning Chevrolet Corvette. Ik weet niet wat er met die rem is, maar die rem doet dat niet heel goed. Time for you to collect. Gas, prima, weet je, dat doet het gewoon lekker. Maar rem? Nee. Dat is gewoon echt kili kili. Maar ja, daarom, weet je. En wat ik ook al natuurlijk zei, jongens en meisjes. Ik wil wat meer sim dingen gaan doen. Qua farming en dat soort dingen. Minecraft. En ook wel gewoon singleplayer games. Alleen, ik moet even een beetje gaan kijken van hoe, wat. Ah, we hebben een Corvette. Oh yeah. A new playlist means new adventures, driver. Yeah, yeah, man. A new playlist experience is here. We gaan doen. Maar die gaan we natuurlijk de volgende keer doen. Dus ja, jongens en meisjes. Ik wil zeggen natuurlijk bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Dan gaan wij natuurlijk lekker afsluiten. Dus ja, ik wil zeggen natuurlijk bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken. Voor de English guys, is het thanks for watching and sharing. Don't forget to sub button below. Don't forget the notification bell. And see you next time. Zoals hij zei, is later. Zoals ik altijd zeg, is later. Yo, yo. Yo, yo.